de toekomst is onze visie met het beperkt pakket wat we hebben als hangersluiter toeleverancier. Is dat het flexibel moet zijn, het moet gemakkelijk zijn. En onze visie is dat het ook keuze moet zijn. Het gaat met name om de functies die gebruikt worden. Ook hebben we specifieke krukken die een grotere hendel hebben, die door de zorg makkelijk bediend kunnen worden. En er zijn ook specifieke krukken inderdaad die juist die toegankelijkheid groter maken. Onze visie op de zorg is dat je met flexibele ruimtes moet kunnen werken. Waar je dus diverse wanden kunt toepassen en diverse ruimtes dus op verschillende manieren kunt toepassen. De toegevoegde waarde in de nieuwe zorg is dat je de vierkante meters beter kunt benutten. Dus dat je eigenlijk minder vierkante meters hoeft te bouwen voor hetzelfde effect, omdat je de ruimtes dus beter benut. En dus besparing. Enerzijds, het moet, als wij iets voor de zorg doen, dan moet het product, in dit geval wij verkopen producten, moet passen in die zorg. Dus het moet voor die doelstelling geschikt zijn. Anderzijds is het natuurlijk zo dat om die kosten te realiseren, moet wel binnen het budget passen. Het moet goed aansluiten. En laatste, mensen gaan steeds verouderen, waar steeds meer mensen op de aarde komen. Vooral de duurzaamheid. De duurzaamheid is een heel belangrijk punt. Met betrekking tot de producten hebben we hier een product ontwikkeld. De BioCard. We verkopen vele malen, vele systeemplafonds. Een daarvan is de BioCard. En deze BioCard heeft eigenlijk het grote voordeel dat hij bewust gemaakt is voor de ziekenhuizen. Nou, als het gaat om de zorg, heeft VBI een visie dat gebouwen flexibel aanpasbaar moeten zijn. En dat die gebouwen conform moeten bieden aan de mensen in het gebouw. Dat geldt voor alle gebouwen, geldt ook voor de zorg. VBI is eigenlijk samen met partijen op zoek naar ideaalconcepten voor de zorg. En door partijen in de bouwkolom aan elkaar te binden, met visie, maar vooral ook met commitment, krijg je die gebouwen die men wil hebben voor de toekomst. Wij willen als VBI natuurlijk als toeleverancier, als productleverancier, meepraten in het ontwerp bij een architect. Dus wij moeten veel eerder gevraagd worden om mee te praten in het ontwerp van een gebouw. Daar begint het eigenlijk mee. Dus je moet ook als architect in je ontwerpfase al gaan kijken van welke deskundigheid heb je nou nodig om die gebouwen te gaan maken die zorg aankunnen. Nou, SV Interieurgroep die voegt uiteindelijk iets toe in een omgeving waar zorg verleend wordt. In de vorm van producten die, waar mensen zich in thuis voelen. En dat kan functioneel zijn, dat kan qua materialisatie zijn. Maar toch wel met een hele grote gevoelswaarde. De oudbolligheid mag uit zorg, verzorgingstehuizen. Net in een van de presentaties hoorden we het eigenlijk al dat we eigenlijk alles wat we nu bedenken voor onszelf doen. Want wij zijn de hippe ouderen van straks. Vroeger was je op je 60ste oud en nu begint op je 60ste je leven, denk ik. En dat kun je in een omgeving doen die nog steeds interessant en modern is. Dus de eikenhouten boekenkast is niet meer het beeld van de verzorgingskamer van de toekomst, denk ik. Nou, de visie is toch vooral dat we eigenlijk vanuit het welzijn en de belevingsomgeving zodanig vorm willen geven dat er een stukje kwaliteitsgevoel van thuiskomen kan zijn door je materialisering eigenlijk. Ja, we hebben dan dat we zeggen van wat onderscheidt ons nou van al die andere fabrikanten die ook kleur maken, in wat voor materialen ook. Dat we zeggen nee, we hebben een visie, we hebben een onderbouwing dat je zegt het is niet zomaar een kleurtje, het is ook niet zomaar vorm. Je moet erover nadenken en we hebben zelf nu een soort levensars eigenlijk dat we zeggen je hebt een vanuit de behoeftepiramide van Maslow. Dat we eigenlijk zeggen, maar god, dat moet je eigenlijk vertalen naar de ruimte en dat weer naar de mensen toe. Dan krijg je de elementaire en de secundaire levensbehoeften. Die moet je interpreteren en die moet je vertalen voor de cliënten dan wel bewoners. AGC doet in glas. Glas is uiteindelijk licht. Dus we verkopen geen glas, maar we verkopen licht. Een gebouw wordt vaak opgebouwd uit een aantal compromissen die gesloten moeten worden. Want je moet met je glas, je wil licht naar binnen laten. Alleen automatisch betekent dat ook dat er dan warmte naar binnen komt. Dus dan moeten we iets aan zonwering doen. Maar dat zegt ook weer iets over de kleur. Dus we proberen dat compromis zo goed mogelijk op te zoeken van dat je aan alle voorwaarden eigenlijk voldoet. Interieurglas, we hebben dus interieurglas wat dus behandeld is met een antibacteriële laag. Oftewel in OK's, maar ook bijvoorbeeld in sauna's en zwembaden waar veel mensen bij elkaar komen, hebben we dus het glas behandeld met een antibacteriële laag. Dus waar je dus ja, echt bacteriën dood en voorkomt dat de schimmels bijvoorbeeld zich vermenigvuldigen. Dus dat zijn echt specifieke toepassingen in bijvoorbeeld in een ziekenhuis, in dat soort omgevingen. Ja.